we zijn bij het museum Voorschoten, een van de stemlokalen. Ja, klopt. Een van de 15. U heeft hier niet gestemd, hè? Nee, ik heb in mijn eigen woonplaats gestemd. Want ja, waarnemend burgemeester, ik woon hier niet. Dus ik moest in Geervliet stemmen. Dat is niet best voor de opkomst. Nou, of dat veel invloed zal hebben, weet ik niet. De verwachting is dat het toch wel tussen de 60% en 65% gaat komen. Alles loopt eigenlijk op elk stembureau waar ik ben geweest, loopt het constant door met mensen die komen. Dus ik heb goede hoop op een goede opkomst. Dan gaan vanavond om 9 uur de deuren van het gemeentehuis open voor de uitslagenavond. Ja, nou, om 9 uur beginnen we denk ik met de koffie en de thee. En voordat de eerste uitslagen komen, verwacht ik toch niet dat de klok eerder dan 11 uur heeft geslagen. Maar wel vandaag. Wel vandaag. Ja hoor, daar gaan we vanuit. Uitslag van het referendum zal waarschijnlijk wat later worden, want we gaan eerst uiteraard denk ik met de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag. Maar ja, en het worden de totale aantallen en de zetels en de onderverdeling, dat komt echt morgen pas. Wel spannend misschien, hè? Er is veel gebeurd in het dorp. Ja, er is veel gebeurd in het dorp. En het zou best kunnen dat mensen daar toch hun keuze van af laten hangen. En dat het niet meer zo vanzelfsprekend is als dat iedereen denkt. En dat er toch grote verschuivingen gaan plaatsvinden. Ik weet het niet. Ik wacht het af. Ik vind het best spannend. Maar alles wat eruit komt, komt uit een democratisch proces en daar ben ik voor. En 2 zeteltjes extra? 2 zetels extra. We gaan van 19 naar 21 zetels. Dat heeft te maken met het feit dat we boven de 25.000 inwoners hebben. En dan heb je recht op 21 raadzetels. En u zei al waarnemer, dus ergens anders zelf gestemd. Hoe lang blijft u dat nog, waarnemer in Voorschoten? Ik heb geen idee. Daar gaat de commissaris van de Koning over. En in samenspraak met de raad. Maar uiteindelijk neemt hij daarover toch wel het ultieme besluit. En zolang dat toch allemaal nog niet bekend is, kom ik met veel plezier elke dag naar Voorschoten. Maar de eerste voorwaarde is toch dat u zelf wilt blijven? Ja, daarom zeg ik. Ik heb het hier goed naar mijn zin en ik blijf nog wel even. En hoe lang dat is, geen idee.